Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is al avond, het is rond 10. Ik ga zo lekker naar bed toe. Morgen moet ik er vroeg mijn bedje uit en ik voel me nog niet topfit. Dus hoop dat ik me morgen wel topfit voel. Want ik was natuurlijk heel de week ziek en zo. Dus ik hoop dat ik me morgen beter voel, want ik ga ook weer naar de manege. Super spannend, maar wel echt heel veel zin in. Dus dat is top. Ik ga nu even mijn elektrische accu eruit halen en even de oplader doen. Daarna duik ik lekker mijn bedje in. Toppie! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag en vandaag is weer een nieuwe manege dag. Ik kan jullie helaas weer niet meenemen. Ik vertrouw mijn camera gewoon niet. Dus dat is wel echt super jammer. Want er zijn gewoon echt mensen die camera's stelen. Ik heb wel een kluisje, maar toch. Ja, ik ga niet zo vloggen. YOLO op de manege. Nee, dat doe ik niet. Want dat is gewoon even een plek voor mezelf en niet voor de camera. Snappen jullie? Dus dat eigenlijk. Ik ga morgen even ultiem rustdag. Ik neem andere camera wel mee, want ik ga vandaag een fotoshoot doen. Dus dat is ook heel leuk. Maar die kan ik dus wel aan mijn kluis opbergen. Dat is gewoon iets heel anders. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. En ja, ik ga nu even de gordijntjes open doen en me klaarmaken voor de dag. Dus helemaal super. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb lekker gereden. Ging echt best wel oké. Ik vond het wel een beetje spannend, maar dat mag ook. Ik heb net lekker even gedoucht. Mijn haartjes gewassen. Dus dat is fijn. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Dat heb ik lekker aan. En ik ga nu langs mijn ouder werken. Mijn moeder echt super gezellig. Ik ga even mijn koffie doen. Het is in een restaurantje, dus dat is super gezellig. Dus daar gaan we nu lekker naar doen. Dan nam ik jullie eindelijk een keertje mee. Dan is het van mijn camera is leeg uitgevallen en ik kan niet filmen. Dat vond ik heel erg jammer. Maar ik heb net echt wat boodschapjes gedaan. Ik wil even, want ik moet echt even wat eten. Dus je hebt van die dingetjes, dat kan je in smeerkaas dippen of in Nutella. Dus die heb ik even gehaald, dus dat ga ik nu even eten als snackje. En ik heb ook even brood gehaald om het te proberen. En een blikje Fanta, want hier had ik echt gewoon zin in. Dus neem wat lekker. Morgen ga ik lekker naar mijn oma, dus hartstikke gezellig. Dus dit heb ik even gehad. Maar ik heb wel echt een superleuke dag gehad. Ik ben ook langs mijn oude werk en zo geweest. Was echt superleuk. Echt heel erg naar mijn zin gehad. Dus dat is helemaal top. Ik moet mijn woord eigenlijk ook in de opleider doen. Maar dat doe ik lekker morgenochtend, want hij is al binnen 5 minuten 100%. Het is 10:30. Ik moet echt even de accu eruit halen. En ik ga zo even mijn bril opzetten, want ik heb echt hoofdpijn. Ik moet hem echt weer dragen, maar ik vergeet het elke keer. Niet heel slim, want ik kan er wel beter door zien. En Benny wil ook nog eten. En die kijkt Benny zo aan. Echt op zijn achterbootje zo van, give me eten. Dus die gaan we ook even eten geven. En dan ga ik even wel trusten zeggen. En dan zie ik jullie morgen. En dan ga ik van het weekend jullie meer meenemen, want dat heb ik weer niet goed gedaan. Maar volgende week ga ik echt iets heel leuks doen. Maar dat blijft nog een verrassing voor jullie. Ik heb me helemaal klaargemaakt voor de dag. Ik heb even een haarband in. Een heerlijk leuk shirt en gewoon een broek. En dan weer mijn rode Adidas'jes. Dus ik ben ook helemaal klaar voor today. Ik ga vandaag dus lekker naar mijn oma en ik ga met mijn moeder naar de markt. Echt heel leuk. En er zijn hier vliegjes die ik niet wegkrijg. Heel vervelend. Dus ja. Het wordt hier zo snel stoffig en vies dat je het iedere seconde moet schoonmaken. En morgen ga ik dus naar mijn vader en gaan we misschien naar de bios. Alleen mijn zusje kan er niet mee, want 16 plus film. Dus dat. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ga even snel mijn kamer opruimen, mijn tas inpakken en hier even de boel glad maken. En daarna ga ik lekker naar mijn vader toe. Super erg gezellig. Ik heb er echt heel veel zin in.
En ik ga ook morgen bij een verzorgpony kijken. Echt helemaal excited. Ik vind het echt heel leuk. We gaan vanavond ook naar de film Loverboy. Ik wil er echt al heel lang heen. En we gaan er vanavond heen. Dus helemaal great. Ik ga even mijn camera opbergen. Want het is gewoon een verjaardag. En we gaan naar de film Loverboy. Dit is mijn lookje nu. Helemaal goed. En we gaan hier in slaap. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. En ik ga vandaag iets heel leuks doen naar een verzorgpony. Oh my god. Superleuk. Ik ga even deze rijbroek aandoen. Ik krijg hier echt even error van deze rotzooi. Ik ben ook best wel moe, dus ik wil lekker mijn bedje ingaan eigenlijk. Great. En ja, ik ben gewoon echt blij met de dingen die op mijn pad zijn gekomen. En nu ga ik lekker mijn tanden poetsen aan mijn bed. Ik denk dat ik niet genoeg beelden heb en dat ik jullie weer mee moet nemen volgende week. En dat gewoon 2 in 1 week vroeg komt. Dat weet ik wel zeker, want ik heb maar 22 opnames. Niet heel veel. Dus alweer 2-in-1 vlog. Is niet anders. Ik heb gewoon echt super weinig gevlogd helaas. Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik ga zo werken. Want dat is iedere maandag zo. Dat is wel echt super leuk. Ik heb er weer helemaal zin in. Dus de week is fresh. Ik heb gisteren echt een super leuke dag gehad. Eerst nog even zorgponies. En ik heb ook al gelijk de sleutels gekregen. Van de kluisjes. Dus heb ik aan het schattige sleutelhandje gedaan. En die andere stuk ik van mijn andere kluis. Deze sleuteltjes. Maar de rest is dus van mijn verzorgponies. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dat ik deze kans heb gekregen. En ja, wordt gewoon super leuk. Ik wilde brood meenemen. Maar het was helemaal beschimmeld. Dus was niet zo leuk. Dus ik heb nu even mijn pokeboef van gisteravond mee. En ik neem ook even een proteïnereepje mee. Dus die ga ik lekker even inpakken. En die gaat wel lekker mee in mijn tas. Dus mijn proteïne is thuis. Ik ga lekker mijn bed in. Even de boel hier opruimen. En daarna lekker mijn bed in. Want ik ben echt kapot. Morgen moet ik echt even weer gaan opruimen. Maar ik ben nu echt super moe. Dus dat ga ik nu niet doen. Alleen even de belangrijke dingen. En daarna lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ga lekker mijn gordijntjes open doen. Ik ga vandaag weer naar een verzorgpony. Echt mega veel zin in natuurlijk. Echt. I love it. Dus dat is super leuk. Ik ga vanavond het eten. Daarin neem ik jullie gezellig mee. We gaan bij Laba Kobinita eten. Want hij is jarig. Een goede vriend van mij. Dus gaan we wat eten. Dus dat is echt mega gezellig. Ik heb er ook echt zin in om een keertje even weer lekker uit eten te gaan. Is allemaal een hele tijd geleden. Ik ga dus al mijn zorgpony tot 11:00. Daarna ga ik lekker hier de boel opruimen, douchen, lekker mijn haar wassen en al die shit. Dus great. Het is niet echt lekker weer. Het is nu echt gewoon dik herfstweer. Ja. Top. Ik ben inmiddels lekker thuis. Ik ben net vergeten. Ik heb echt voor mijn gevoel gewoon misselijk ervan. Maar dat is niet erg. Want ik ga vanavond uit eten echt heel veel zin in. Ik ga nu lekker even douchen en mijn haar wassen. Want dat is echt even nodig. Dus dat ga ik doen. Ik heb echt weer heel veel hoofdpijn deze dagen. En mijn cap is kapot. Daardoor heb ik deze hoofdpijn gewoon altijd. Super irritant. Ik ga nu lekker even douchen en daarna hier de boel opruimen. Zodat ik dadelijk lekker kan chillen. En iets leuks kan aandoen. En ik had zoveel zin in frissie dat ik een blikje frissie heb gehaald. Tijdens het afvallen mag je ook wel eens gewoon iets lekkers voor jezelf pakken. Ik heb me helemaal klaargemaakt voor uit eten te gaan. Mijn haar is gesteld. Mijn make-upje opgedaan. Mascara. Ik ben daar gewoon helemaal klaar voor. Helemaal zin in. Ik kon vandaag helaas iets filmen bij het eten, want er zaten hele rare mensen naast ons. Echt, die keken ons de hele tijd
daaraan. Dus daardoor kon ik niet filmen, dus daarvoor wil ik sorry zeggen. Maar ik heb een heel leuk weekend waarin ik jullie lekker mee ga nemen. Dus dat is heel leuk. En nu zijn we Eating With Me X aan het kijken. Dus zijn we nu lekker aan het kijken. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb echt een super gezellige avond gehad. Dus dat is echt top. Beter dan alleen maar thuis zitten. En morgen heb ik een verzorgpony, maar ik wil jullie daar even iets over vertellen. Sinds ik dus die ponies verzorg, zit ik echt gewoon 10 keer beter in mijn vel. Gewoon echt almost top. Ik zit daar echt zo lekker in mijn vel. Echt, oh my god. Ik heb gewoon meer zin om dingen te doen. En ik kom hierdoor gewoon echt tot rust dat ik lekker even met de ponies bezig ben. Ook al is het even wandelen, ook al is het even poetsen, ook al is het even leuke foto's maken. Of gewoon al daar zitten en naar de ponies te kijken hoe ze zitten te eten. Het geeft me gewoon echt even rust en even de afleiding van mijn buik. Want daar heb ik deze dagen weer extreem last van, super vervelend. Ook bij het avondeten vandaag moest ik bijna overgeven weer. Dus dat is niet heel fijn, maar daarom zijn de ponies een goede afleiding en motivatie om goed te blijven eten. Dus ja, want als je naar de ponies wil, heb je gewoon energie nodig. Dus ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Dus dat is heel fijn. En ja, ik ben gewoon helemaal happy. Helemaal happy. Hoi allemaal, daar ben ik weer. Ik heb echt een superleuke middag gehad. Ik was mijn camera thuis vergeten. Dat is niet heel slim. Ik ga morgen zeker niet vergeten. Maar ik ben vandaag langs de winkels geweest op Zuidplein. Dus ik dacht, ik laat even zien wat ik heb gekocht. Als eerst heb ik dit leuke truitje gekocht. Deze is van de Primark. En daarbij deze leuke rode broek. Maar ik heb nog meer dingetjes gekocht. Dus ik dacht, ik laat het ook even aan jullie zien. Ik heb een nieuwe tas gekocht. Dat is echt nodig. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Gewoon lekker zo'n bag. Echt ideaal gewoon. Was het nou een nieuwe broek? Nee, is mijn oude broek. Dan heb ik die virale Zara jeans. Die niet meer bij de Zara te verkrijgen is. Met dit achter. Super cool. Echt heel leuk. En dan heb ik ook nog in maat S, of course. Heb ik gewoon een soort vestje. Heel erg leuk om aan te trekken. En dan heb ik nog deze Stanley beker. Wel de dupe van de Action, maar hij is echt heel fijn. Echt love it. Dit outfit is ook echt super leuk om aan te doen, maar ik moet even kijken wat ik morgen ga aantrekken en hoe koud het wordt. Dus dat is eigenlijk plan. Maar ik ga deze tas zeker gebruiken. Echt een toptas is dit. Heel fijn. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En vandaag staat er echt een hele leuke dag op de planning. Want ik ga vandaag naar Amsterdam waarschijnlijk. Of het moet ineens veranderen dat er ergens onderling gaan. Maar I don't know. Ik heb gewoon heel veel zin in vandaag. En wat er met mijn maag is, negeren we lekker. Ik heb me heel leuk aangekleed. Ik twijfel alleen echt over deze broek of ik daar niet te dik voor ben. Deze broek. Maar het komt allemaal wel goed. Dat denk ik echt. Dus het komt helemaal oké. Ik heb dit schattige vestje nu aan. Echt heel leuk. Ik ga nu even hier de boel even opruimen, want dat is echt even nodig. En ik ben een soort vies. Ik krijg weer vette hoge irritaties. Dus dat gaan we nu even veroorzaken, want over een half uur of een uurtje word ik opgehaald. Ik heb hier nu even de boel opgeruimd, even stof gezogen. Het is vrij netjes voor mij doen, alleen ik irriteer me echt van alles op het moment. Zoals de badkamer, terwijl de deur gesloten is. En ik moet wennen aan die vele winterjas, wat ik super irritant vind. Maar goed, deze kleding doe ik morgen aan, dus vandaar dat ik het daar even op heb neergelegd. Ik vond niet sowieso wat super scheef als ik ga. En dan even de randjes afwerken en dan is het tijd om te gaan. Ja, dus ik trek lekker mijn jas aan.
En ik ga naar beneden. Ik neem mij. Waar bijna niks in zit, maar mijn tasje. Nee. Ik ga even snel Bunny eten geven en dan. Let's go. Helaas niet zoveel, want het altijd ging regenen. Maar ik heb hier de nieuwe winter Red Bull. De ijs vanilla berry smaak. En hij is zo lekker. Hij is echt heel lekker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik heb hem al helemaal lekker klaargemaakt. Het is alweer bijna 7:45. En ik ga zo naar de manege. Helemaal great. Ja, hier de boel moet ik eigenlijk een beetje gaan opruimen. Maar dat doe ik morgenmiddag wel. En ik had even geen zin om mijn bed op te maken. Dus dat doen we lekker niet. Ik ga nog naar mijn vader. Dus ik heb Bunny echt heel veel eten gegeven. En ik ga morgen weer terug. Ik heb zo ook even een fotoshoot op de manege wat ik ga doen. Dus dat is ook heel leuk. En ja, ik ga even mijn bril in de tas doen. En dan klaarmaken en even mijn tanden poetsen. Dan is het alweer tijd om te gaan. Ik ben nu bij mijn vader en ik lig hier lekker op de bank. En we zijn even langs elkaar geweest. We hebben wat koekjes gehaald. Voor mijn vader een bala. Dus helemaal top. En ik heb lekker een glaasje cassis. En ik ben hier helemaal rood, zoals je ziet.